Wat komt er uit de klimaattop? Serieus nieuws nu. De laatste onderhandelingsfase is ingegaan. Morgen moet er een akkoord liggen. Dan is er bijna 2 weken volop onderhandeld. Grote vraag is en blijft, wat blijft er na 2 weken over van alle mooie woorden die regeringsleiders bij de start hebben gesproken? Wordt dit klimaatakkoord een ambitieus akkoord? Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks, volgt de onderhandelingen in Parijs van dichtbij. Morgen moet er een akkoord liggen, meneer Eickhout. Gaat dat lukken, denkt u? Ik denk dat het zaterdag wordt. Dus er komt wel een akkoord, maar morgen, nee, ik denk dat het zaterdag wordt. En wat zegt dat, dat zo'n akkoord een dag later dan gepland is? Is dat goed of slecht nieuws? Nou, wat je een beetje zag, eigenlijk tot nu toe lagen we heel erg op schema. En de Fransen hebben het goed georganiseerd. Dus eigenlijk hebben we het nu echt over de inhoud. En heel vaak houden landen ervan om over procedures te praten, te vertragen. Nou, ze zijn nu wel echt over inhoud aan het discussiëren. Maar wat je nu ook wel ziet, is dat daardoor de posities hard worden ingenomen. Dus het harde onderhandelingsspel is nu gaande. En dat gaat gewoon echt nog wel 2 nachten kosten voordat dan partijen gaan bewegen om naar elkaar te komen. Dus ik verwacht dat rond de zaterdagochtend partijen naar elkaar toe bewegen en dat er dan een akkoord kan komen. Want u zegt nachten, dat wordt nachtwerk. Dat hoort bij dat spel van onderhandelen, dat het ook heel lang doorgaat, tot diep in de nacht. Ja, dat is toch ook een beetje, het is een uitputtingsslag. En je weet ook dat mensen, als ze wat minder geslapen hebben, op een gegeven moment gaan ze toch wat meer toegeven. Zo simpel werkt het ook. Je zit hier met 195 landen, die moeten allemaal akkoord gaan. Ja, die moet je op een gegeven moment ook gewoon een beetje uit hun slaap houden. Want als je ze slaap geeft, dan gaan ze 's morgens weer opnieuw lekker stevig erin. Dus we hebben nu al 1 nacht gehad. Nou, we gaan nu de 2e nacht in. Dat gaat echt wel weer de hele nacht door. En we verwachten dus eigenlijk van vrijdag op zaterdag dat dan een beetje het moment komt dat partijen uit die loopgraven komen om eigenlijk hun posities los te laten om eigenlijk tot een uitruil te komen dat dan een akkoord mogelijk is. Want waar zit dat op wat inhoud betreft nu nog op vast dan? Wat zijn de voornaamste struikelblokken? Nou, er zijn een aantal punten die heel belangrijk zijn. Allereerst het ambitieniveau. Hè. We hebben het over klimaatverandering. Wil je de klimaatverandering beperken dat het beneden de 2 graden blijft? Of zoals een aantal met name laagliggende eilanden, hè, die eigenlijk last hebben van zeespiegelstijging, dat het 1,5 graad is, dat je minder opwarming hebt. Nou ja, dat is een van die strijdpunten. Tweede, wat betekent dat voor je ambitieniveau voor minder uitstoot? Wil je daarmee al een duidelijke uitspraak voor de lange termijn of juist niet? Bijvoorbeeld in China heeft liever wat vage terminologie van nou, we gaan een keer minder doen. Of wil je wat meer concrete getallen voor de lange termijn? Financiën, met name ontwikkelingslanden, die zeggen nou, we willen wel wat doen, maar dan moeten we geholpen worden. Dus die willen graag wel een toezegging op hoeveel geld ze dan krijgen van de rijke landen. Het review. We weten nu dat de beloftes die op tafel liggen onvoldoende zijn. Hoe gaan we ervoor zorgen dat meteen na Parijs er een proces komt dat landen gedwongen worden om eigenlijk nieuwe voorstellen neer te leggen, wat ze meer gaan doen? Ja, hoe dwingend is dat? Mag de Verenigde Naties dat opleggen aan landen? Dat soort discussiepunten, die liggen er nu nog allemaal. En op een gegeven moment is dat geven en nemen en dan moet er een akkoord uitkomen. Op dit soort punten zitten we echt nog met elkaar te onderhandelen. En gaat daar een akkoord op komen? Verwacht u dat er op al die punten echt concrete stappen gemaakt worden? Nou ja, er gaat een akkoord komen. Er is zoveel druk, hè, dat er een akkoord moet komen. Dat je weet, oké, er gaat een akkoord komen. De grote vraag is, gaan we op al deze punten een beetje negatief uitruilen? Oftewel, er komt dus dan eigenlijk hele vage tekst uit. Dan heb je een klimaatakkoord zonder echt tanden. Of gaan we positief uitruilen, zodat je zegt, oké, als ik deze ambitie krijg, dan moet jij daar weer wat stappen bij zetten. Dat wordt een beetje echt de kunst, om nu die ambitie erin te krijgen. De basis, nou, wat je denkt ziet u? Wel een beetje hoe die wat eruit denkt gaat u? Zien. U heeft al een paar van dit soort toppen meegemaakt. U zit er nu ook continu bij. Vannacht weer tot later hoorde ik al. Wat denkt u? Wordt het echt ambitieus? Het zal niet een super ambitieus akkoord worden. Ik bedoel, het is vooral het belangrijkste dat het een akkoord wordt waarbij 195 landen echt voor de allereerste keer gezamenlijk zullen zeggen, we gaan allemaal iets doen. Er is nog steeds een kans. De sfeer is wel dat je merkt dat er meer steun is om ambitie erin te brengen dan voorgaande jaren. Dus de kans is er echt wel dat er ambitie in komt. Maar de komende, ja, zeg 48 uur, die gaan heel cruciaal worden. En bijvoorbeeld Europa, die wil wel meer ambitie erin. Maar gaat het ons lukken om een aantal ontwikkelingslanden aan onze kant te krijgen? We moeten eigenlijk China, India een beetje uitdagen om stappen te zetten. Nou, die dynamiek, dat is even de vraag of ons dat gaat lukken. De sfeer is beter dan andere toppen. Mm-hmm.
Maar of het echt gaat lukken, ja, de komende 48 uur is echt het belangrijkste. Nou, hoe zorgt u dat u wakker blijft die komende 48 uur als het twee keer tot diep in de nacht gaat duren? Veel koffie drinken, dat hoort er ook bij. Maar ook wel op momenten dat het even rustig kan, proberen ergens te slapen. Dus jullie zullen ook straks beelden zien van mensen die ergens in een bankje met gewoon in hun nette pak ergens liggen te pitten. Want het is echt een uitputtingsslag, dus dat zul je steeds meer gaan zien. En waarschijnlijk zo zaterdagochtend zul je overal in de hoeken van het conferentieoord mensen zien slapen. Om maar even net een paar uurtjes te pakken om ervoor te zorgen dat je wel weer wakker bent als net jouw punt onderhandeld wordt. Oké, sterkte erbij. Bas Eickhout, en dank voor deze toelichting. GroenLinks-Europarlementariër en toezichthouder dus op die klimaatonderhandelingen die daar in Parijs